Wij zijn in Renthuizen, vlakbij de windmolen van de coöperatie. En ik ben bestuurslid met een aantal andere mensen van de coöperatie Windmolen Renthuizen. Nou, als organisatie zijn we al in 1994 begonnen met een windmolen, omdat we dachten van de dorpen die lopen leeg, voorzieningenniveau loopt terug en wij wilden gewoon daar wat aan doen. En daar zijn een aantal initiatieven uit voortgekomen, waaronder het bouwen van een windmolen. En de revenuen van de windmolen die werden dan gebruikt of worden gebruikt om de leefbaarheid van het dorp in het dorp te bevorderen. Nou, de verduurzamingsinitiatieven zijn vrij vlot gestart na 1994. Toen zijn we begonnen met deze windmolen. We hebben voorlichting gegeven over energiebesparing. Voornamelijk. We hebben de eerste ledlampen uitgedeeld in Renthuizen om mensen daar kennis mee te laten maken. Daar waren we denk ik een van de eerste van in heel Nederland. Zonnepanelen op daken leggen om, om in ieder geval energie te besparen. En dat was halverwege de jaren 90, dus daar waren we ook al vrij vroeg mee. De toekomstplannen zijn, een van de toekomstplannen is duurzame mobiliteit, deelauto. Schoolbus, elektrisch en we sluiten ons aan bij een energiemaatschappij zodat we vraag en aanbod van energie, van wind- en zonne-energie beter op elkaar kunnen afstemmen. Geef nooit op, het is een complex proces om zo'n molen neer te zetten. Je hebt ongelooflijk veel partijen nodig, je komt ongelooflijk veel obstakels tegen en het enige wat je moet doen is doorgaan. Mijn naam is Wiebel Palstra, wij produceren lokale, duurzame, positieve energie.